Ja, het is echt wel eens een klap aangekomen. Ondernemers in Driebergen leven erg mee met juwelier Diek Wegelaar. De overval van gisteren is de zoveelste in een lange reeks diefstallen en inbraken in zijn zaak. Bij mij persoonlijk is het meer echt de boosheid die overheerst. We zijn allemaal zelfstandige ondernemers en we hebben hard voor de zaak, we werken hard voor de zaak. En ja, het is gewoon te zot voor woorden dat er op zo'n manier misbruik van gemaakt wordt. Teunis Smit is voorzitter van de ondernemersvereniging en heeft een drankenhandel aan het Binnenhof. Hij zit hier pas 3 jaar, maar hij is al 3 keer slachtoffer geweest van criminaliteit. Een brandstichting gehad, inbraak en diefstal. Maar wat er gisteren bij de juwelier gebeurde, was een stuk heftiger. Een medewerker is net bezig met het opruimen van de bladeren als de overvallers haar aan haar haren mee naar binnen slepen. Nou, de mannen kwamen binnen en hebben heel veel geweld gebruikt. De mensen die binnen waren, is zelfs geschoten. De verdienenkasten zijn kapot geslagen en toen zijn ze vervolgens met de buiten vandoor gegaan. De overvallers weten te ontkomen, maar niet voor lang. Een politiehelikopter volgt hen met een warmtecamera. Die ziet hoe de overvallers zich proberen te verstoppen in de bossen rond het oude station van Maren. Politiehonden weten ze daar 1 voor 1 vandaan te halen. Als we daar zelf gaan kijken, zien we nog net hoe de laatste overvaller wordt afgevoerd. Voor de ondernemers in Driebergen is de brute overval het bewijs dat het gedaan is met de rust in het dorp. Het komt wel steeds dichterbij en dat verontrust de meeste ondernemers wel. De meeste ondernemers hebben hun zaak extra beveiligd. Maar het is een illusie om te denken dat je overvallen kunt voorkomen. Ik denk dat het ook nu in Driebergen langzamerhand een deel gaat worden van het ondernemen, ja. Helaas wel.